Door het maken van deze video voelde ik, geboren in 1981, mezelf ineens een oude man worden. Hij gaat namelijk over een ontwikkeling die tijdens mijn leven heeft plaatsgevonden en die mijn leven, maar ook dat van jou behoorlijk veranderd heeft, de digitale revolutie. En dat is een revolutie op uh, technologisch gebied, die vanaf de jaren 80 echt begint en die nu nog steeds eigenlijk bezig is, waarbij uh, ja, de techniek verandert. Eerst was het met name mechanische, analoge, elektronische technologie, en dat wordt steeds meer digitale en computertechnologie. Een paar voorbeelden daarvan. Uh, bijvoorbeeld de manier waarop wij uh, muziek afspeelden. Nou, ja, dat was uh, eerst altijd op uh, analoog, op een, uh, op een LP. Zo'n zo zo langspeelplaat of cassettenbandje zou ook kunnen. Nou, dat werd in de jaren tachtig werd dat digitaal, door middel van de CD. En uiteindelijk kwam dat zelfs op de computer terecht door middel van de MP3. En tegenwoordig streamen we alles via Spotify en dergelijke. Ander voorbeeld, de manier waarop we tekst verwerken. Dat gebeurde eerst uh, analoog-mechanisch op een uh, typemachine. En dat doen we nu allemaal via een tekstverwerkingsprogramma op onze computer. Laatste voorbeeld van die digitale revolutie, de manier waarop we informatie opzoeken. Eerst moest je naar de bibliotheek toe, moest je de boeken induiken. Tegenwoordig is uh, er een grote online-bibliotheek, Wikipedia, waar je bijvoorbeeld heel veel informatie kunt vinden. Nou, en dit zijn dus allemaal voorbeelden van die digitale revolutie, die overigens heel snel al in Nederland werd opgepikt. Hè. Dus, dus veel mensen gingen hier al heel snel in mee. En onze manier van communiceren veranderde dan ook in deze tijd. En dat komt door een aantal zaken. En een hele belangrijke daarvan is de introductie van het internet. 1989 wordt het World Wide Web, het WWW, uitgevonden, waardoor eigenlijk het internet voor het ineens echt uh, ja, wereldwijd verbonden kan worden en toegankelijker wordt voor uh, veel meer mensen. En dan zie je dus dat er uh, ja, de eerste websites die, 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 die worden op dat World Wide Web geplaatst. En dat gaat zo vanaf uh, ja, begin jaren 90 gaat dat best wel snel. En vanaf half jaren negentig zie je echt steeds meer Nederlanders daar ook op inspringen. En dan krijg je dus dit soort uh, prachtige websites. Ilse.nl, dat was uh, een Nederlandse zoekmachine die enorm populair was in de jaren negentig. Eigenlijk Nederlandse Google. Heel veel mensen maakten hier gebruik van. Nee, het ziet er misschien niet uit, maar uh, goed, zo zagen websites er in de jaren negentig uit. En een tweede reden is de doorbraak van de mobiele telefoon. Hè. En hier zien we dan zelfs een iPhone, een smartphone staan. Dat, dat is eigenlijk nog een stap verder. Want uh, ja, die mobiele telefonie die begon in de tweede helft van de jaren tachtig echt door te breken... En dat uh, werd in de jaren 90 werd dat eigenlijk echt wel gemeengoed. En dan zie je hier bijvoorbeeld de ontwikkeling van een aantal Nokia-telefoons. Dus uh, van 1987 tot 2000 werden steeds kleiner. Er kwamen steeds meer functionaliteit op, op die, die daar rechts staat. In het jaar 2000 kon je Snake opspelen bijvoorbeeld. Dat is super gaaf. Snake 2 zelfs trouwens. Super vet spel. Maar ja, tegenwoordig uh, gebruiken we die telefoon nauwelijks meer om te bellen, maar vooral om spelletjes op te spelen en voor apps en dergelijke. Uh, maar dat is dus echt iets wat ook zo vanaf, nou ja, zeg dus de jaren negentig en zeker de jaren 2000, ja, de, de, dan, uh, we kunnen nou niet meer zonder gewoon. En de laatste reden waarom de communicatie verandert is door de opkomst van allerlei digitale sociale netwerken. En heel eerlijk. Uh, dat zorgt, al deze zaken zorgt er nu ook voor dat uh, ik nu ook met jou kan communiceren over, uh, over de geschiedenis in die geval. Dus dat is eigenlijk wel heel tof, vind ik dan ook meteen. En ja, een aantal van die sociale netwerken hier staan, die ken je waarschijnlijk ook wel die logo's. Misschien dat die H linksboven uh, je onbekend voorkomt. Dat is het logo van Hives en dat was een uh, Nederlands sociaal netwerk. Was super populair, volgens mij in 2003 of 2004 opgericht. En in 2013 uh, zijn ze ermee gekapt, is het, uh, is het gewoon gestopt, is failliet gegaan omdat Facebook eigenlijk alles had overgenomen. En dan zie je dus ook hoe snel dat allemaal kan gaan in die digitale revolutie. Binnen een paar jaar kun je super populair worden. Uh, denk bijvoorbeeld aan Hive, maar ook aan die Nokia-telefoons. Uh, denk aan Ilse bijvoorbeeld ook, en dat is er nu ook niet meer. Maar net zo snel uh, kun je weer vervangen worden door iets anders, door een concurrent, door iets beters. Dus uh, de ontwikkelingen op dit gebied die gaan razendsnel en die zijn nog steeds niet klaar. Maar het zorgt er wel voor dat onze manier van leven uh, dat die toch wel anders is geworden. Hè? Zowel voor jongeren als voor ouderen. Onze levensstijl wordt meer geglobaliseerd. En daar sta je misschien niet zo bij stil, omdat je niet anders gewend bent. Maar uh, er zijn toch wel zeker een aantal zaken die, uh, die echt wel veranderd zijn. Zo hebben we nu bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de jaren 80 en 90, veel sneller toegang tot veel meer informatie. Via Google en andere zoekmachines kunnen we van alles opzoeken. Uh, we kunnen documentaires downloaden via YouTube, we hebben Wikipedia, we kunnen hele boeken kunnen we online gewoon lezen. Uh, veel sneller toegang tot veel meer informatie. We hebben door al die sociale netwerken hebben we ook veel meer mogelijkheden uh, voor sociale contacten. Hè? En ook via Skype bijvoorbeeld of WhatsApp kan dat natuurlijk ook. Uh, we hebben ook meer mogelijkheden voor contacten over de hele wereld. Via Instagram kun jij communiceren met mensen aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld. Het gaat allemaal veel gemakkelijker. We zien ook dat we veel meer mogelijkheden hebben nu om deel te nemen aan maatschappelijke discussies. Als er iets is, dan uh, kunnen wij nu veel makkelijker onze mening geven. Dat moesten moest eerst heel lang, uh, moesten we bijvoorbeeld een brief naar de krant sturen, waar die dan uh, hoopten we gepubliceerd kon worden, of we konden naar een lokale inspraakavond of iets dergelijks. Of je kon, weet ik veel, met een, met een demonstratie meedoen, met een bord voor het stadhuis gaan staan of iets dergelijks. Maar ja, tegenwoordig kun je bloggen, je kunt vloggen, je kunt een bericht retweeten, je kunt chatten met mensen, je kunt van alles en nog wat doen om deel te nemen aan maatschappelijke discussies over welk onderwerp dan ook. En dit zijn op zich allemaal hele mooie dingen die ons echt wel verder hebben geholpen. Maar tegelijkertijd uh, zien we ook wel dat er een aantal gevaren aankleven. Hè? Dus het is gemakkelijk om mensen op te lichten, om mensen te bedriegen, om informatie te manipuleren. Hè? Denk bijvoorbeeld aan fake news. Dus het is heel makkelijk om nu uh, berichten de wereld in te slingeren die andere mensen dan weer gaan uh, verspreiden. Maar die berichten hoeven niet helemaal per se te kloppen. Dus dat is dan weer een keerzijde van die hele digitale revolutie. Maar vaststaat dat het de wereld uh, behoorlijk veranderd heeft. Nogmaals, uh, jij bent waarschijnlijk geboren uh, midden in die digitale revolutie en uh, je weet misschien niet beter. Maar ook jij zult over een aantal jaar terugkijken en denken: van, oh, deden we dat toen, nu doen we dat zo. Het gaat echt heel snel en volgens mij zijn we nog lang niet meer klaar.